wat je hierboven ziet, dat zijn een beetje van die vingertjes, hè? Want daar is het die de hand liggen. En het is een beetje aan het drinken, denk ik. En de haartjes, ja. Ja, en je zag af en toe ook dat zoetje een klein beetje naar buiten komen. Zo. Net echootje gehad. Is dit de nieuwe vlog van de week? De nieuwe vlog van de week. Gezellig. Ja. Een dag in het leven. Een dag in het leven. In het spannende leven van de familie Steenwinkel. Dit is de Steenwinkel. Familie Steenwinkel is dit. Oké. Ik denk dat de mensen niet eens weten wat je achternaam is. Dat denk ik nou bij deze Steenwinkel. Maar stel. Wij gaan trouwen. Ja? Dan wordt het Steenwinkel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Maar jij vindt jouw eigen achternaam niet eens mooi. Het gaat gewoon meer om mijn legacy. Maar jij gebruikt nooit je achternaam. Ja, dan wel. Nu heb ik een familie, dus dan ben ik een trotse Steenwinkel. Ja. Oké. Okay. Maar Ja, we hadden dus net Echo. Misschien kan je een paar beelden laten zien, dat is wel leuk. Nee, daar opening de vlog mee, dus de mensen hebben het al gezien. Oh, sorry. Ja. Dus ja, je bent nu 32 weken en 4 dagen. Ja. Dat is snel, man. Ja, hè? Dat is niet normaal. Over 2 maanden zitten we eigenlijk al met de nieuwe. Hey. Ja, over 2 maanden hebben wij 2 kinderen in half. Hebben we eigenlijk al? Het is niet te geloven, man. Nou, we hebben niet echt iets te vertellen meer. Nou, in ieder geval wat we allemaal nog moeten doen voordat de baby er is. Misschien kunnen we dat even doornemen. Geen zin in. Nou, ik kom volgende keer wel bij je terug wanneer we wat leuks doen. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nee, niks. Ik ga niks doen. Ik pas op tijd en eventje. Wat ga jij doen? Ik ga mijn voeten doen. Pedicure. Wil niemand weten. Nou, dit is in ieder geval een nieuwe vlog. Leuk dat jullie kijken. En we nemen jullie mee. Een dag in het leven. Maar dit wordt een dag in de week. Want ik ga vandaag denk ik niet verder vloggen. Nou, je weet het niet. Misschien gebeurt er nog iets heel leuks vandaag. Ja, ik betwijfel het. Nee, ik moet werken. Werken, ze werkt niet eens. Nou, dus ik zie jullie dadelijk weer. En we zijn op Curaçao. Met de fam. Zijn we weer op vakantie? Ja, dat is leuk, hè? Ja, high five. Papa, mama brengen je altijd leuke plekjes, hè? We zijn op Curaçao, jongens. Zo, we zijn er. Onverwacht. Lekker man, het is warm. Wij zijn vaker in het buitenland dan in Nederland. Super gezellig, we nemen jullie mee in deze vlog. We gaan kijken allemaal te horen wat we hier doen. Super leuk. Taiki, deel maar je eigen stoel. Ja, we zijn in een vliegtuig, hè? Jij leeft meer in het vliegtuig dan als je thuis leeft. Ja. Niet te geloven, die jongen gaat alleen maar vakantie, man. Taiki, gaan we binnen landen. Piep, piep. Ja. Jonge, hè? Wat denk je vandaag lief? Ja, hè? Nou, jij vond hem niet zo lief? Nee. Klopt. Ja, hij heeft appelsap over mij heen gegooid. Oh, jij vond mij er niet lief. Nee. Nou, het begin van de vlucht dat hij gelijk appelsap heeft gegooid. Maar door jou eigenlijk. Klopt, ik wilde hem een slokje geven. Ja. En hij sloeg het zo uit mijn hand. En er lag gewoon zo'n laag op die stoel. En we waren helemaal zeiknat. Van de appelsap in. Oh. Wat gaan we doen? Hiep, hiep? Hiep, hiep? Nee? Krap eens in je handjes. Krap eens in je handjes. Ja. Jij bent kapot. Ik ben kapot. Ik heb wondjes. Kijk, ik ga het aan jullie laten zien. Wondjes? Ja. Kan dat? Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee. Jawel, keek net in de spiegel en toilet. Door dit dingetje de hele tijd. Jij bent gewoon door een mondkap. Ja. Nou, ik ga verder met het vlog, want dit staat weer mijn huis op. We hebben gewonden door een mondkap. Shen gaat dus rijden. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Even die helemaal rechts, dat is toch ook weer dat je gewoon gast. Ja. En deze is niet. Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Zij denkt dat die R, dat zeg maar vooruit is.
Nee, nee, nu ga je vooruit, hè? Want je kijkt naar achter. Ik moet toch ook naar achter? Okay. Nee, maar ja, maar ik kijk toch of er van achter niks komt? Ik vind het echt knap dat jij zegt, ik durf, de break, de break. Wat is dat? De handrem. Fuck. Waar zit die? Ah, daar, wacht, wacht. Daar, daar. Druk helemaal links, links. Zo, Shen in de auto, hoor. Je doet het goed. Dank je, schat. Eerlijk, ik ken de weg wel goed hier, hè? Ja, jij kent de weg echt goed. Navigatie. Terwijl ik zie alleen gewoon een weg. Ik ben een Curaçao naar. Een weg en een... Ja, jongens, ik ben zo vaak in Curaçao geweest. Het is mijn tweede huis. Ik ken alleen de taal nog niet. Dat moet ik echt leren, eigenlijk. Maar het is zo vroes gelijk. Oh, wow. Zeg. Maar zo heb ik het in mijn hoofd. Misschien is het ook netjes Antilliaans bestaat. Ja, ook. Precies. Want jij praat altijd zo overdreven. Zeg, haal met mij, Ultrabanda. Zeg, haal met mij, Beanbag. Zeg, zeg, zeg. Nee, dat is een beetje te kijken. Nou, wij zijn bij de leek alsof hij ook zei... Taiki! Awo! Awo, swa! Kibasi, swa! Ai, lo mij. We gaan nu over die brug heen, hè? Die open brug gaan we staan. Zo jongens, we zijn aangekomen in ons appartement. En het is hier echt super, super mooi, man. Check dit eventjes gewoon. Kijk die uitzicht, mensen. Dat is toch niet normaal. Het is echt sick, man. Shen! Waar ben je? Kijk, ik ben gewoon van... Oh, hier ben je! Waar ben je nou? Kijk daar, jongens. Oh, het is echt niet normaal, hoor. Kijk de keuken. Zullen we even boven kijken? Ja. Ik hoorde dat we een eigen bad hebben in de kamer in Dusla. Ik was net hier beneden. Ik was met die camera aan filmen. Twee medewerkers helemaal over die camera. Ik denk dat ze weten dat wie wij zijn allemaal. Ja, tuurlijk. Wow, kijk dit bad. Nou, ik weet wel waar we te vinden zijn. Wow, wat leuk. Kijk, kan dit nog open zo? Wat leuk. Dit is toch niet normaal? En dan die douche hier. Dit is nou echt heel leuk. Heb je toch weer je eigen toilet en je eigen douche? Nee, je eigen douche. Zo, groot man. Maar het is beneden wel wat frisser. Ja, daar zit de airco-lijn aan. Ik denk dat wij hier in bad gaan en beneden slapen, ja. Oh, zo. Ik vind het beneden ook wat frisser dan hier. Ja, maar hier is wel ook airco. Oh, kijk, dan kan je gewoon zo naar beneden kijken. Ja, dit is wel echt leuk. Zo bizar, hoe groot, hè? Niet normaal. Ik vind het uitzicht nog het mooiste, denk ik. Ja, ik ook. Maar het is toch ziek dat we gewoon weer dik zitten ergens. Ja, is niet normaal. Zo, vorige week in Griekenland die villa. En nu dit. Ja, jongens, genieten, man. Zo, jongens. We zijn op Curaçao en het is middernacht. Kijk, je zit lekker wakker, hè? Ja, maar het is natuurlijk ook jetlag. Ja. Voor hem is het nu eigenlijk, want het is nu hier 5 uur in de nacht. Hij is al, hoe lang is hij al wakker? Ja, al 2 uurtjes. Al 2 uurtjes. Ja. Ik dacht al, toen we gingen slapen, dacht ik, dit wordt echt kut. Ja. Want dit gaat natuurlijk nooit werken. Jij zei het al. Ja, ik dacht, oh ja, tuurlijk. Het is nu eigenlijk gewoon dadelijk... Ochtend. En dan is hij klaar wakker. Ja. Zijn we Curaçao? Dat vind jij leuk, hè? Je gaat me lekker zwemmen. Ja. Je lievelings. Ja. Maar het is wel, het is zo warm hier, jongens. Dat is niet te doen. Eerlijk, hoe warm het hier is? Ja, het is echt heel warm. Weet je wat me altijd verbaast? Dat Tiger het zo goed doet in de hitte. Ja, maar hij is het gewend, hè? Ja. Sinds hij 3 maanden was hij al. Zijn we best lang weg geweest in de hitte. Klopt. Dus ik denk dat hij het gewoon gewend is. Ja. Want hij surft niet, hij doet niks. Nee. Gewoon, klopt. Ja, dat vrolijk, hè? Ja. Maar... Wat zijn we hier om te doen dan? Wat zijn we hier aan het doen? Ja. We zijn een nieuwe aflevering aan het opnemen van Familie Korten. Hey, dus er komt nog een seizoen aan. Yay, seizoen 2! Hiep, hiep!
Nee, geen hippie hoeré. Hippie? Hippiep? En de hoofd. Hippie de piep? Zeg je hippie? Ja, ik werk niet mee. Maar er komt dus een aflevering een nieuw seizoen aan. En die gaat best wel snel komen, toch, volgens mij? Hippiepie? Ja! Maar die seizoen gaat toch best wel snel komen? Ja, aankomende, dit is ook leuk, want aankomende zondag komt... Hoela! Komt koken met... Quinten! Yay! Ja, het is eigenlijk koken met Shanna. Maar ik ben daar, zeg maar. En hij noemt zich de special guest. De special guest. Ik ben toch ook special douche, man? Special douche. Special douche. En de week daarna gaan we eigenlijk gewoon weer verder met seizoen 2. Maar haar is echt leuk, hè? Of tussen dus, ja. Ja, wie heeft dit bedacht? Ja! Maar iets zeggen, maar toch echt ja. Ja, hè? Ja. Even jammer. Yay, mama! Yay, kijkie! Ja. Maar zoals veel mensen van jullie denk ik ook wel weten, is dat mijn dochter woont natuurlijk hier op Curaçao. Dus de main reason dat we hier zijn is eigenlijk voor mijn dochter. We gaan naar je sissy! Dus Stijnkie gaat zijn sissy zien! Yay! Hip hip! Hip hip! Kijk je sissy zien! Jij wordt grote broer, maar je bent ook kleine broertje! Ook een kleinie! Ja, ook een kleinie ben je! Dus het wordt een hele leuke trip! En er komt dus een nieuwe aflevering aan, een nieuw seizoen! Dus ja, jongens, genoeg content voor jullie. Jullie dachten dat het over was, maar we zijn er nog! Gang! Oh, wat overdreven! Oh! Maar inderdaad, je haar is echt heel leuk. Yeah. Maar we hebben nog niks laten zien. Dus nee. Misschien is het morgen leuk om het even te laten zien. Laat nog even een rondleiding. Van het, nou, ik heb wel binnen laten zien, maar nog niet buiten. Dus. Oh, heb je binnen het hele huis laten zien? Ja. En het is zo mooi buiten, jongens. Het is, zal ik nu even gaan zwemmen laten zien? Kan je dat zien? Ja, het is helemaal verlicht. Oh. Ik heb het zwembad ook gisteren laten zien, maar nu is het mooi in de nacht. Oh, ga je helemaal mee? Ja. Oh, ho, ho. Er zit beweging in, jongens. Nou, we zien dus dat het eigenlijk helemaal niet verlicht is. Gisteravond was het wel nog verlicht, maar we gingen natuurlijk best vroeg naar bed. Ja, klopt. Nou, dan neem ik jullie morgen dus eventjes, laat ik jullie even nog een rondleiding. Er zijn twee zwembaden. Oh, eentje heeft net de corona te pakken hier. Gaat het? Ja, even een testie weer als we terug zijn, want dit gaat niet lekker helemaal hier. We zijn weer een uurtje verder. We zijn een uurtje verder en het is licht buiten. Mag ik even wat zeggen? Ja. Tijger viel net in slaap, stoot op Quinn zijn teen. Stoot ik meteen. En dan moest hij zo hard aan en hij voelde helemaal. Weet je hoe pijn? Zie, kijk, zie deze hoek? Hier stoot ik meteen aan. Dat is echt pijnlijk. En nou, toen werd hij weer wakker. Ja, ik kon niet anders. Dat schilderde. Dat deed echt pijn. Maar kijk eens. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Tijkie, dat ze even lekker wakker worden. Tijkie, ja. Waar zijn we nou, hè? Het is Curaçao. Heerlijk, jongens. Zo, jongens, we zijn dus op Curaçao. Ik ben nu de vlog aan het monteren. Het is inmiddels 7 uur. Tijkie slaapt nu even lekker. Eigenlijk had ik ook gewoon een uurtje moeten gaan slapen. We gaan zo om 8 uur eten. Maar ja, ik dacht ik ga die vlog maken. Maar ja, ik ga bij deze ook deze vlog afsluiten. Wat we hier precies op Curaçao doen. Ja, we zijn nu natuurlijk voor mijn dochter. We gaan de serie opnemen. Maar wat we in die aflevering allemaal gaan doen en blabla. Of wat je gaat zien in die aflevering. Weten we eigenlijk zelf ook niet helemaal. Maar het concept is super leuk. Dus die komt heel snel online. Zoals jullie weten over 2 weken volgens mij hadden we gezegd. Zoiets of het einde van de maand. Dus het wordt super leuk en ja, blijf gewoon blijf kijken. Vooral op mijn kanaal, want daar komen denk ik 3 afleveringen nog in Curaçao met een dag in het leven. Gaan we 3 vlogs maken, denk ik. Er komt hele leuke content aan. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Like als je dat ook nog niet hebt gedaan. Like, laat even een leuke comment achter. En oh ja, wat ik wel nog wil zeggen is, we krijgen best wel veel vragen. Dat mensen aan ons vragen van... Wat doen jullie eigenlijk voor werk? Hoe verdienen jullie geld? Want ja, ik zie je bent altijd op vakantie, dit, dat.
En ja, we werken eigenlijk niet echt. Ik bedoel, we zijn eigenlijk altijd thuis. Maar, en we werken wel, maar op de achtergrond gebeurt er best wel veel. Maar dan gaan we ook een video, en daar komt deze week ook een hele leuke video over. Gaan ik en Shen even praten over wat we precies doen. Hoe, aan onze, ja, hoe wij leven, hoe we rondkomen. Dus dat wordt ook een hele leuke video, een interessante video. Kan je misschien nog wat van leren. Want we werken wel hard, maar we doen ook heel veel leuke dingen. En dat is wel te zien, dat is wel te merken, denk ik. Maar niks komt vanzelf natuurlijk. Dus abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Like, laat een leuke comment achter en dankjewel voor het kijken. Is je boy Q. Boom.